Zo, de auto staat er netjes klaar voor. Ik zal nog even een aflevervideootje maken. Dan wordt dat wat makkelijker met het afleveren van de auto. Dan zal ik hem ook even starten. Nou, vervolgens trap ik eventjes op de rem. Druk op de startknop. Sleutels liggen natuurlijk in de auto. Vandaar dat hij het dan inderdaad ook gaat doen. Hier aan de linkerkant, om daar maar mee te beginnen, dan natuurlijk de elektrische spiegelverstelling. We kunnen hem op de linker of op de rechter spiegel zetten en dan vervolgens natuurlijk met de joystick verstellen. Brandt het lampje, dan werkt hij. Brandt het lampje niet, dan is hij ook uit en dan kan ik erop duwen wat ik wil, maar dan gebeurt er wat dat betreft niks. Dus dat is wel makkelijk om even te weten. Verder natuurlijk inderdaad elektrische ramen voor achter en natuurlijk blokkeren van de ramen achter. En als we die indrukken, dan staat dan het lampje aan en dan zijn ze ook inderdaad geblokkeerd. Hiervoor hebben we dan de rijbaanassistent, die kan ik aanzetten. En zijn lane departure is dan geactiveerd. Houdt in dat als we over de lijn gaan, dat dan een trilling in het stuur te voelen is. Dat we dus inderdaad over die lijn heen gaan zonder dat we de knipper uitzetten. Dan druk ik hem nog een keer in. Dan is het lane keeping geactiveerd. En lane keeping houdt in dat hij hem dan ook echt tussen de lijntjes houdt. Dat betekent ook dat hij dan er tegen stuurt. Dus dan geeft hij ook echt de stuurbeweging terug. Als we niet inderdaad de knipper gebruiken. Gebruiken we wel gewoon de knipperlicht, dan is wat dat betreft geen probleem. Dan werkt dat gewoon. Druk ik nog een keer, dan is het gedeactiveerd. En dan is hij helemaal weer uit. Dus we kunnen hem heel bewust aan- en uitzetten. Nou, daarnaast hebben we nog een knopje voor de dimfunctie van het dashboard. En daarna nog het knopje voor de hoogteinstelling. Automatische verlichting staat hier nu op. Dus dat betekent dat als het donker genoeg is, dat dan automatisch de verlichting aangaat. Nou, hier in de afleverruimte zien we ook dat het dan donker genoeg is. En dat dan inderdaad die verlichting gewoon aangaat. Overigens zien we dat natuurlijk inderdaad ook op het dashboard zelf door de twee groene lampjes die dan aanstaan. We kunnen hem eventueel omzeilen om hem helemaal aan te zetten. Kan eventueel ook, hè. Gaat ook vanzelf uit. Dus op het moment dat we de auto uitzetten, gaat ook de lampen gewoon vanzelf uit. En dan staat hij meer op een permanente stand dat hij altijd aanstaat. Dus op die manier kunnen we dat dan inderdaad regelen. Maar goed, de autostand is verder gewoon prima. Tenzij inderdaad mist en overdag. Want dan gaan de lampen niet vanzelf aan. Dan moeten we hem echt zelf even omzeilen. En dan inderdaad gewoon continu aanzetten. Dus dat is wel belangrijk om in ieder geval even te weten. Verder dan natuurlijk de cruise control. Nou, we kunnen de cruise control aanzetten. Vervolgens inderdaad even drukken op plusje. En dan staat hij erop. Snelheid ongeldig geeft hij nu ook aan. Klopt, want we rijden geen 50 km per uur of harder. En dan is dus de cruise control niet in te stellen. Dat kan ik weer wel met de snelheidsbegrenzing. En daar kan ik het dan beter op laten zien. Als ik dan vervolgens inderdaad plusje druk, dan zien we dat hij inderdaad staat op de begrenzer met 30 km per uur. En als ik dus inderdaad plusje omhoog druk, dan zien we ook dat dashboard inderdaad dat hij ook hoger gaat qua snelheid. Willen we hem dan kortstondig er vanaf, druk ik even op het nulletje. Dan staat hij tussen haakjes en wil ik hem weer terug hebben, even drukken op reset. En dan staat hij ook weer gewoon wit en dan werkt hij wat dan betreft weer helemaal uit, ook geen punt. Druk er gewoon het knopje weer in en dan is hij ook gewoon verder helemaal uit. Andere kant hebben we dan inderdaad knoppen voor het mapje. Daarmee kan ik dan inderdaad bijvoorbeeld de radiozender inderdaad regelen. Maar ook dus inderdaad de navigatie kunnen we ermee de windroos zeg maar instellen. Natuurlijk inderdaad verdere dingen en ook autogegevens zoals inderdaad verbruik en dergelijke. Dus dat zijn allemaal dingen die we kunnen regelen met die knop en dan inderdaad door het menu heen lopen met de pijltjes. Willen we accorderen, dan kunnen we op oké drukken. Spraakfunctieknop voor de spraakfunctie en natuurlijk een telefoon opnemen, afbreken kunnen we natuurlijk inderdaad ook doen. Maar daarvoor moet wel dan inderdaad de telefoon gekoppeld zijn. Nou, dan kan ik even drukken op de telefoon. Dan zeggen we vervolgens inderdaad nieuwe apparaat toevoegen. Dan zeggen we inderdaad oké. En vervolgens kunnen we dan inderdaad gaan zoeken met de telefoon om hem te zoeken. En heeft hij hem gevonden, dan moeten we even de accorderen op de code die hij geeft. En dan is hij wat dat betreft ingesteld. We hoeven hem daarna ook verder niet meer in te stellen, want dan zal hij hem automatisch verbinden als dat inderdaad dan nodig mocht zijn. Verder natuurlijk inderdaad radiobediening. Source kunnen we natuurlijk inderdaad de
source mee bedienen. Dus inderdaad dan de playlist of de radiofunctie. Volume hard zacht. En daarachter zit nog een wieltje. Om dus inderdaad ook naar de volgende track bijvoorbeeld te gaan. Of inderdaad volgende radiostation. Want dat kunnen we natuurlijk ook inderdaad bedienen. En dus dat zijn allemaal dingen die we daarmee kunnen regelen. Ik ga even terug naar home. Home functie. Dan krijgen we natuurlijk ook inderdaad het volledige scherm voor de navigatie. Points of interest kan ik dan inderdaad indrukken. En dan kunnen we gewoon inderdaad een adres zoeken. Maar ook omdat het met Google werkt, kunnen we dus inderdaad ook een bedrijf invoeren. En dan zal die hem ook vinden. Dus er zijn meerdere mogelijkheden om op te zoeken. En om te bevestigen, zo gezegd. Dan hebben we nog het start-stop systeem. Kunnen we uitzetten. Maar in principe mag het altijd aan blijven staan. Ik zeg er alleen wel bij, start-stop systeem werkt alleen onder de meest ideale omstandigheden. En dat is motorwarm en geen verbruikers aan. Dus de kans dat dat gaat werken is relatief gezien wat kleiner. Dus ja, het knopje zit er wel, maar eigenlijk heeft het niet zo gek veel functie. Omdat de kans dat het gaat werken ook relatief klein is. Daarnaast zit nog een knopje voor de MySense. Als ik die indruk, dan komen we in het MySense uit. Die kan ik nog helemaal configureren naar eigen smaak. Bijvoorbeeld inderdaad het instrumentenpaneel kunnen we helemaal aanpassen. Of we dat inderdaad op eco, comfort, regular of sport willen hebben. Dus dat is helemaal te regelen. Maar ook de besturing. Gaat hij dus inderdaad wat zwaarder sturen of comfort. Verlichting kunnen we ook inderdaad aanpassen. Willen we wat feller hebben of wat minder fel. Willen we hem blauw hebben of willen we hem geel, oranje, rood, groen. Dat zijn allemaal dingen die we zelf kunnen instellen. Ik ga eventjes terug naar de MySense. We kunnen ook in één keer naar sport. Dan zal die daardoor ook inderdaad gelijk een andere teller krijgen. Dus dan geeft hij meer de toerteller aan dan de snelheid in het midden. Dan zal die ook wat directer zijn op het gas. En hij zal ook wat zwaarder sturen. Dus wat dat betreft zijn dat dan de dingen die hij dan automatisch aanpast. Overigens, na het uitzetten van de auto en weer starten van de auto, zal die ook gewoon weer terug in die MySense modus komen. Dus wat dat betreft kan dat. En we hebben natuurlijk ook nog eco modus. En dan wordt het juist andersom. Dan wordt hij wat minder op het gas. En zal die ook inderdaad bijvoorbeeld de verwarmventilatie inderdaad wat meer, wat minder eigenlijk gaan geven. Als dat hij in de normale stand geeft om daar ook nog op te besparen. Nou, daarnaast zit er nog het knopje voor de alarmverlichting en het knopje voor het ontgrendelen van de centrale vergrendeling. Gaan we rijden, gaat ook de centrale vergrendeling dicht. En dan kunnen we met dat knopje eventueel als iemand in moet stappen ook nog even ontgrendelen. Dan hebben we natuurlijk nog de climate control, kwestie van draaien aan de knop. Even druk op het schermpje om hem op auto te krijgen. Willen we nou de voorruit ontwasemen, dan druk ik gewoon op de ontwasemingsfunctie. Hij gaat gelijk harder blazen. Ook de achteruit gaat gelijk, de achteruitverwarming gaat gelijk aan. En dan is die wat dat betreft zo snel mogelijk schoon. Druk ik hem weer uit, gaat hij ook automatisch weer terug naar de functie van de climate control. Dus in die zin werkt dat natuurlijk ook gewoon heel prettig en heel makkelijk. En gaat het eigenlijk helemaal goed. Verder dan natuurlijk de automaat zelf. Nou, de stand P, die zit hieronder. Dan hebben we natuurlijk nog reverse neutral drive. Een kwestie van even erin zetten en dan zit hij erin. Op het moment dat we de auto ook gewoon uitzetten met de uitknop, dan gaat hij ook automatisch naar P. Dus die wordt dan automatisch ook geactiveerd. Dus dat gaat heel makkelijk. We kunnen eventueel, als hij in drive staat en we willen afremmen op de motor, dan hebben we nog twee knoppen. Namelijk een minknop en een plusknop. Dan halen we hem eigenlijk naar een manuele versie. En dan kunnen we dus inderdaad afremmen op de motor. Nou, vooral als we de berg afgaan is dat fijn om eventueel wat tegendruk te geven. En dan halen we hem eigenlijk om naar manueel. Houden we de knop plus in of twee keer even de plusknop naar ons toe trekken. Dan gaat hij ook weer automatisch weer terug naar D van drive. En dan hebben we eigenlijk gewoon de normale automaat ook gewoon weer terug. Dan hebben we eronder nog de automatische handrem. Nou, de vanaf duwen is gewoon naar beneden. Dan gaat hij er vanaf en omhoog trekken is erop. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewoon een normale handrem, zullen we maar zeggen. Op het moment dat hij erin staat en we rijden gewoon weg, gaat hij er ook vanzelf vanaf. Op het moment dat we de auto ook uitzetten, gaat hij er ook automatisch op. Dus eigenlijk hebben we er ook geen omkijken naar en regelt hij dat zichzelf. Daaronder hebben we nog de hold-functie. Als ik die indruk, dan gaat er een lampje branden. Rijden we en stoppen we, dan zal hij de remmen vasthouden tot op het moment dat we op het gas stappen. Vooral voor de hellingproef gewoon heel erg prettig.
maar ook bijvoorbeeld inderdaad als hij in de drive staat en we staan voor een stoplicht. Want dan houdt hij ook gewoon de rem vast tot het moment dat we op de gas stappen. Maar goed, ik zal hem nu even voor nu uitzetten. Die kunnen we zelf in ieder geval bewust activeren. Dat zou ik in ieder geval aanraden. Dan weten we in ieder geval zeker dat we weten dat hij het doet en dat hij erop staat. Automatische dimspiegel, nou, daar hoeven we eigenlijk niks mee te doen. Er zit geen hendeltje meer onder, hij dimt zichzelf zodra er iemand inschijnt. Dus dat werkt eigenlijk gewoon helemaal prima. En dan hebben we natuurlijk ook nog de SOS-knop. Nou, mochten we in nood zijn of gebeurt er wat, dan kunnen we die indrukken. En dan krijgen we ook de meldcamera aan de lijn. En dan kunnen we natuurlijk inderdaad uitleggen wat er dan op dat moment aan de hand is. Ik denk dat ik zo op zich het meeste wel heb gehad. Zijn er toch nog vragen, dan hoor ik het natuurlijk heel graag. En anders zou ik alvast willen zeggen, hele fijne veilige kilometers toegewenst. En tot morgen bij de aflevering.